welkom bij een nieuwe gameplay video hier op Gamersnet.nl. Deze week laat ik jullie een aantal games van de PlayStation 5 zien. En vorige video heb je Miles Morales kunnen zien. Deze video gaan wij op onderzoek uit naar, hoe heet die game ook alweer? Sackboy A Big Adventure. Nou, we waren in Miles Morales. Ik start nu Sackboy op. Zie je gelijk een beetje hoe snel het allemaal gaat op die PS5 van ons. Gaan we. Ja, PlayStation heeft inmiddels ook zo'n soort van Marvel-achtige intro van al hun eigen games van de PlayStation Studios. Sackboy A Big Adventure is niet Little Big Planet, het is wel Sackboy uit Little Big Planet, maar al het levelbouwen is weg. Voor mij heel fijn, want ik vind dat levelbouwen heel tof, maar bijna niemand deed het, want het was iets te moeilijk. En het was ook heel moeilijk om goede levels te vinden. Je zag bijna door de boom het bos niet meer. Dit is gewoon een simpel adventure game. Wel echt gericht op de jongere gamer, maar het laat wel leuk zien wat je allemaal kunt. Ik ben gewoon hier in de game. Ik heb dit level nog niet gespeeld. Ik ga gewoon verder waar ik was. En het zijn gewoon allemaal super cute leveltjes. Gewoon platform leveltjes, een beetje à la Mario. Een beetje à la Mario 3D-achtige games. Platformertjes. Het ziet er super cute uit. Het doet ook een beetje denken aan Yoshi, want die had op een gegeven moment ook een game met allemaal karton en shit. Ja, dat heeft deze game eigenlijk ook. Kijk nou, het fout ook allemaal uit. Het is zo'n cute spel. Nogmaals, echt gericht op de jongere gamer. Je kunt op mensen springen. Je kunt ook ze slaan, alsjeblieft. Oh. En je moet allemaal dingetjes verzamelen. En dit is een checkpoint. Het is ook heel vergevingsgezind. Je krijgt heel veel checkpoints. Huh? Grappig. Ik heb hier een sleutel. Hoe kan ik dat ding daarin gooien dan? Ook de DualSense controller, die voel je. Je voelt precies op wat voor ondergrond je loopt en shit. Oh, ik heb nu één sleutel voor die deur. Oké, prima. Tweede sleutel. Kan ik hier ook mee springen dan? Oh, dan eten ze me op. Oké, okay, handig. Maar goed, zoals je ziet, als je opeet, je gaat niet eens dood. Want ja, nogmaals, de game is gewoon heel vergevingsgezind en gericht op jongere gamer. En het is gewoon echt super cute. Dat kan niet anders zeggen. Hier ligt nog een sleutel hierachter. Kan ik daarheen? Of? Nee, ik moet eerst via boven. Oh, ik moet hem gooien natuurlijk. Wacht, let op. Klik, open. Sleuteltje, nice. 2 van de 5. 3 van de 5. Ik wil dit ding natuurlijk wel helemaal uittrekken. Is dat dan weer? Oh, hier kan dus een vis waar ik mee kan slaan. Oké. Okay. Handig. Waarvoor ik hem ga gebruiken, nog geen idee, maar dat zien we straks wel. I guess. Dit ziet eruit als een soort weegschaal. Wat ik ermee moet, weet ik niet. Je kan de camera ook niet echt omhoog gooien. Dus ik kan nu niet zo goed zien waar ik dan. Kijk, met een vis wordt alles beter. Oh, hij is echt een beetje verdrietig omdat hij al een paar keer geraakt is natuurlijk. Dit ding ga ik gewoon gooien. Ik denk dat dat moet. Oh.
Ja, knoppie. En de lift gaat naar beneden. En ik heb de ene laatste sleutel. Of is dit de laatste sleutel al? Want ik had er natuurlijk alleen. Dat weet ik niet zeker. We gaan het wel zien. Ziet er heel gezellig uit dit. Oké, doe je verder niet zoveel mee. Je ziet ook het level is echt opgebouwd als een soort van rondje waar je alles moet... Ja hoor, knoppie. En nog een sleutel. Dan heb ik ze alle vijf. Wat nice. Haha, wat nice. Hij heeft hem. Wat goed. Oh, wat tof. Dat je tegenstanders kun je ook gewoon erin lokken. Goed, waar zijn de sleutels? Die zijn hier. Waar zijn ze hoor? Deurtje open. Ik denk dat dit het einde van het level is. Gok ik. Ik mag nog een stukje naar beneden. En dit was het level. Wat vet! Nou, je hebt een klein beetje een beeld gekregen van Sackboy Big Adventure. Echt een platformer voor de jongere gamer. Mocht je nog meer willen zien. Deze week geven we heel veel gameplay video's. Laten we zien vanaf de PlayStation 5. Miles Morales en Astro's Playroom ook. Mocht je nog extra content willen. Dat kan via patreon.com/gameset. Kost je 5 piek in de maand. Maar daar maken we nog meer gameplay video's voor. Inmiddels hebben we 33 patrons. Zijn we super trots op. Super leuke community aan het worden. En wil je nog meer van ons weten. We zijn vooral podcasters. Hè? Want ik heb een... radiohoofd, zoals je ziet. Via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en Vriend van de Show kun je Gamers Podcast opzoeken en kun je lid worden van onze podcast. En hebben we meerdere podcasts in de week waar we praten over videogames, films en Star Wars. Kortom, alles wat leuk is in het leven. Bedankt voor het kijken. Wij kijken deze kwestie nog even af. En tot de volgende video hier op gamerset.nl.